bizar hoe stil het hier is. Je hoort geen auto, alleen vogeltjes fluiten. We zitten hier ergens in een plaatsje waarvan ik de naam niet eens weet. Hessel, weet jij het nog? Doncourt sur la Mayonnaise of iets dergelijks? Ja, Doncourt Mayonnaise. En in ieder geval, we gaan nu eventjes kijken, want we hebben een hotel in the middle of nowhere. En het ziet er echt bizar uit. Ik heb nog nooit in zo... Het lijkt net een groot huis, zeg maar. We gaan even kijken, nemen. Kom. Visje. Het was ook helemaal niet duur. €57 per nacht. Maar voor twee personen, voor twee valt personen mee. Is echt de boel. Nou, daar in de schuur staat Hessel zijn auto. Dat moet je weten. Het is in ieder geval La Maison de Marie Claire. Zegt dat goed? Ja, oui. Oui, oui. Nou, kom op, mayonaise. Ik heb liever ketchup, maar ja. Woonkamer, staat een piano, dus dat gewoon. Het is gewoon best wel gezellig ook. Ja, het is echt een beetje een hotel in huiselijke sfeer, zou je kunnen zeggen. Juist. Lekker de trap op. Kijk hoor. Het is al een beetje donker, maar dat komt is nou ook een beetje door de zon is er gewoon wat schaduw gecreëerd hier zo. Ja, en hier is een kleine woonkamer. Het was echt belangrijk. Het is buiten 18 graden en het is lekker koel. Het is echt heerlijk. Nou, we gaan weer even naar boven weer. Nog een trap op. Hoe gaan we nog 6 trappen? Oh, dat valt mee. Ja, de lift is kapot, dus... En hier is onze kamer. Het lijkt een beetje op een soort van zolder, maar door de kleur is het toch wel een soort van aantrekkelijk. Ja. En, oh, dit is wel leuk, weg. Kijk. Nou, je hele familie. Nijntje. Het lijkt wel een beetje de kinderkamer hebben gekregen met al die kleurtjes. Ik vind... Sorry, is het dicht? Ja, dat toch? Nee, maar het ziet er heel vrolijk uit, inderdaad. Ja. We hebben ook allemaal kussentjes, allemaal kleuren bedden. En ja, om even af te sluiten, we gaan daar nog even verder kijken, want de omgeving is ongelooflijk. Je voelt echt wel dat je in een ander land zit. Ja, het is, ik zei net al tegen Vincent, het is net alsof je gewoon een film die afspeelt in Frankrijk, alsof je die film bent binnengestapt. Ja, goed, dat film... Oké, okay, had je dat? Wat was dat? Weet ik niet. Maar er zat iets in mijn nek. Of het nou een spinnetje was of een... Je fantasie slaat nee, gewoon weer op al. Echt. Het voelde ook een beetje aan als een soort... Een streepje of zo. Dit is geen feitje, hè? Dit is live, hè? Ik zit ook te kijken. Ik zie niks. Nee, ik heb niks gehoord. Oké. Okay. Nee, maar het kietelde in mijn nek. En dat... Ja, we gaan dit niet allemaal overdoen. Want dit is gewoon real. Ja. Nou, ik zal hem wel even afsluiten. Ja, is goed. Ja, heel vreemd dit, hè? Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.